18 januari 2024 vertrok AX-3 vanop het Kennedy Space Center voor een 14-daags reisje naar de ruimte. Axiom Space, het ruimtereisbureau, organiseert commerciële bemande ruimtevluchten en gebruikte voor de derde keer de Crew Dragon-capsule van SpaceX. 2 dagen later koppelde deze capsule aan het ISS en konden de 4 astronauten kennis maken met de andere astronauten in het ISS. En dat gaat natuurlijk gepaard met de gekende handshakes en knuffels, terwijl je alles en iedereen ziet rondzweven in het ruimtetuig. Maar hoe kan dat? Is daar dan geen zwaartekracht? En als er toch zwaartekracht is, waarom wandelen ze daar dan niet gewoon rechtop? En hoe zit dat met eten, of slapen, of naar het toilet gaan? Welke invloed heeft die gewichtloze toestand op een mens als je daar 6 maanden rondzweeft? En kunnen we baby's verwekken in gewichtloze toestand? Antwoorden op al deze vragen in de podcast van deze week. Voor we de gevolgen en effecten van gewichtloosheid bespreken, misschien eerst eens uitleggen wat we hiermee bedoelen. En we moeten al direct een misverstand uit de wereld helpen, want het begrip gewicht dat wij gebruiken om aan te geven hoe zwaar we zijn of hoeveel we wegen, gebruiken we verkeerd. Als ik zeg dat ik 80 kilogram weeg, dan heb ik het over mijn massa. En massa is niet hetzelfde als gewicht. Gewicht is een kracht en wordt dus uitgedrukt in newton en niet in kilogram. Het gewicht is de kracht die een voorwerp uitoefent op zijn steunpunt of op zijn ophangpunt. Het wordt dus veroorzaakt door de aarde die aan dat voorwerp trekt, wat we de zwaartekracht noemen. Zo duwt een voorwerp op de ondergrond of trekt het aan bijvoorbeeld de touw waar het aan ophangt. Die duw- of trekkracht noemen we gewicht. Nu we dat begrijpen, is het makkelijk om te snappen wanneer iets of iemand gewichtloos is, namelijk als er geen steun- of ophangpunt is, terwijl er wel nog zwaartekracht kan zijn. Een typisch voorbeeld hierbij is iemand die in vrije val is. Spring uit een vliegtuig zonder je parachute te openen en je bent gewichtloos, tot je je parachute opent en dan niet meer, want dan hang je aan de touwen van je parachute, je ophangpunten, en oefen je dus weer ergens kracht op uit. Laat je iets van de 20ste verdieping vallen, dan is dat voorwerp even gewichtloos. Oké, terug naar onze astronauten in het ISS. Want die vallen toch niet, die zitten in het ISS en zweven daar. Hoe verklaar je dat dan? Wel, eigenlijk vallen die wel, samen met het ISS. Het volledige ruimtetuig vliegt 400 kilometer boven de aarde en ondervindt daar ook de aantrekkingskracht van de aarde. Maar minder sterk dan wij ze hier op aarde voelen. Per kilogram ondervinden wij ongeveer 10 newton aan trekkracht. Dus mijn massa van 80 kilogram wordt met 800 newton door de aarde aangetrokken. Op 400 kilometer hoogte is dat minder, maar nog altijd genoeg om neer te storten. Hoe voorkomen we nu dat neerstorten? Wel, door snel genoeg vooruit te vliegen, zodat we eigenlijk constant naast de aarde vallen. Daarom dat het ISS tegen 30.000 kilometer per uur vliegt. Zou het trager vliegen, dan stort het neer op aarde, wat in 2030 zal gebeuren. Vliegt het sneller, dan zien we het niet meer terug. Bij het lanceren van satellieten bijvoorbeeld is de uiteindelijke baansnelheid heel belangrijk, dus kijken ze op welke hoogte die zal vliegen om de juiste snelheid te geven. De gewichtloosheid van de astronauten is dus een continue vrije val, zonder ooit ergens tegen te botsen. Om dit na te bootsen kan men met een vliegtuig een 0G paraboolvlucht uitvoeren, waarbij men een 30-tal seconden gewichtloosheid kan simuleren door een bepaald traject te volgen. Dit doet men dan een keer of 10 na elkaar, tot alle kotzakjes vol zijn waarschijnlijk. Oké, allemaal heel erg leuk zo'n gewichtloosheid, maar dat schept ook veel praktische problemen. Alles moet worden vastgemaakt of het zweeft weg. Als je wil gaan slapen bijvoorbeeld, kan je niet zomaar op een bed gaan liggen. Je gebruikt een slaapzak die vasthangt tegen de wand en waarin je jezelf ook vastmaakt. En aangezien boven of onder niet echt bestaat in het ISS, hang je comfortabel te slapen. Nog een praktisch probleem, plasjes en kakjes. Want als je een gewoon toilet zou gebruiken, gaat ook die troep rondzweven. En dat willen we natuurlijk niet. Dus gebruiken ze voor allebei een soort stofzuigersysteem. Door een ventilator aan te zetten worden alle uitwerpselen weggezogen eens je ze hebt losgelaten.
De kakjes verdwijnen in plastic zakjes en worden meegegeven naar de aarde. De pipi wordt gerecycleerd en wordt drinkbaar water. Een groot probleem bij gewichtloosheid is het gebruik van de spieren. We staan er niet bij stil, maar op aarde gebruiken we onze spieren constant. Zelfs als we zitten, dan zijn sommige spieren actief om bijvoorbeeld onze rug recht te houden. Stappen vereist spierarbeid. Een glas water opheffen kost spierkracht. Dit is in gewichtloze toestand veel minder of niet. Met het risico dat onze spieren zouden afsterven of zwakker worden. Om dat te voorkomen, moeten astronauten sporten door bijvoorbeeld vastgegespt te lopen op een loopband. Het bijhouden van hun massa is daarbij een belangrijke parameter. Maar hoe weeg je iemand als je die niet echt op een weegschaal kan zetten? Ook daarvoor hebben ze een oplossing bedacht, de schommelweegschaal. De astronaut moet op de weegschaal gaan zitten en zich vasthouden. De veer van de weegschaal beweegt dan op en neer en registreert de tijd van het op- en neergaan. In combinatie met de veerconstante, die bepaalt hoe makkelijk of hoe moeilijk de veer ingedrukt wordt, kan men de massa dan berekenen. Die techniek wordt ook gebruikt om kleine dingen te wegen, bijvoorbeeld de groenten die daar gekweekt worden. Want als we ooit naar Mars willen, zullen we zelf ons eten moeten kweken. En misschien niet enkel ons voedsel, maar misschien zullen we zelf ook voor nakomelingen moeten zorgen. Seks in gewichtloze toestand lijkt me niet makkelijk, maar moet nog lukken. Maar hoe zit het dan met de bevruchting? Vinden die spermacellen wel de weg naar de eicel als die ook gewichtloosheid ondervinden? Kunnen we ook omzeilen door de bevruchting kunstmatig te doen. Maar ook dan speelt de zwaartekracht een rol, want na de bevruchting gaat de bevruchte eicel zich delen en daar heeft de zwaartekracht ook een invloed op. Er is al onderzoek gebeurd bij muizen, maar nu wil een Nederlands bedrijf ook de eerste ruimtebaby laten geboren worden. Fictie of realiteit? Dat zal de toekomst uitwijzen, maar de eerste stappen zijn al gezet. En ondertussen zweven onze astronauten vrolijk verder en kan je ze ook regelmatig zien passeren. Zeker de moeite om eens te kijken wanneer en dan even je hoofd buiten te steken. Veel plezier en tot volgende week!